Sam, is het moeilijk om de moed erin te houden? Nou, we hebben er wel eens beter voor gestaan, maar ja, het zal toch moeten. We hebben nog wel aardig wat wedstrijden te spelen, gelukkig. Dus, en je hebt natuurlijk, omdat die competitie zo is ingedeeld, heb je nog een vierde periode natuurlijk waarin alles kan gebeuren. Dus ja, zolang er een kans is, ja, moeten we daar voor gaan. Ik bewonder het dat je dat zegt, maar ja, goed, jullie hebben van de laatste 13 wedstrijden maar eentje gewonnen. Heel erg waarschijnlijk is het niet dat je die vierde periode gaat winnen. Ja, we moeten wel realistisch blijven, maar ja, zolang er een kansje is, ze verwachten op dit moment niks van ons. Dus ja, we kunnen alleen nog maar gaan stunten. Ja. Ja, bij de supporters merkte je maandag iets van gelatenheid, terwijl het toch echt een volksclub is hier. Hoe hebben jullie dat ervaren? Ja, dat merk je natuurlijk wel, dat merk je natuurlijk wel goed. En ja, ik kan die reactie ook heel goed begrijpen. Alleen ja, we zullen toch denk ik met z'n allen nog, ja, ik denk dat toch iedereen achter ons moet blijven staan en dan hopen dat we nog iets kunnen betekenen in die laatste periode. Ja. Nou, moet je dat zelf ook nog uit je tenen halen of kun je dat wel redelijk makkelijk opbrengen? Nee, ja, dat is wel makkelijk op te brengen. Ja, je bent voetballer, het voetbal is gewoon leuk, is je hobby ook, je werk en ja, dat is gewoon je passie. Dus ja, of we nou laatste of eerste staan, ik vind het gewoon leuk om te voetballen. Ik wil gewoon ja, belangrijk zijn een doelpunt te maken. Ik denk dat iedereen er in het team zo over denkt. Ja, je wil natuurlijk ook voor de prijzen spelen. En dat perspectief is half februari al wel min of meer verdwenen. Ja, klopt. Dat perspectief is wel verdwenen. Ja, daar heb je gelijk in. Alleen, ja, zoals ik al zei, gelukkig voor ons hebben we een competitie opgezet met periodes. Want anders waren we natuurlijk eigenlijk al uitgespeeld geweest. Dus nu is er nog een heel klein sprankje open. En ja, we moeten proberen daar nog vol voor te gaan. Nu eerst de Almere City uit nog. Het lijkt erop dat jullie het wat anders gaan aanpakken. Ja, we zijn er niet helemaal uit. Er zijn wel wat dingetjes. We zijn wel even met wat dingetjes bezig met z'n allen. Maar ja, dat is allemaal nog even aankijken de komende tijd ook. Want het is wel een kort dag natuurlijk. Ja. Je wilt de tegenstander nog niet wijzer maken, begrijp ik. Nee, ook niet. Maar het is gewoon, we hebben wel wat ideetjes. Maar het is nog maar de vraag of dat... Of we dat gaan doen. Ja. Wat gaat het voor een wedstrijd worden, denk je? Ja, lastig te zeggen. Ik vind Almere een goed voetballende ploeg. Dus dat is gewoon een prima tegenstander. En ja, voor ons is het taak om daar gewoon een goed resultaat in te zetten. En misschien even die negativiteit van ons af te spelen. En ja, zorgen dat we weer met een goed gevoel richting richting het eind van de competitie gaan. Nou, het is een van de ploegen waar jullie al van gewonnen hebben dit jaar. Ja, dat zijn niet veel, dus dat biedt wel hoop, ja.